Goedemiddag, Jason Paul van GRPC Drachten in Groningen. Hier in prachtig Niagara Falls, Canada. Met de waterval in mijn rug. Vandaag kom ik met een tip voor nek- en schouderklachten. En wij zien heel vaak in de praktijk mensen met last van de nek, bovenrug en daaruit voort hoofdpijn, duizeligheid, dat soort klachten. En dat komt vaak door houding. Dus in de auto hangen, thuiswerken tijdens corona. Of gewoon op de bank zitten, naar de iPhone kijken, Netflix kijken. Dus meestal een slechte houding. Dus twee dingen. Houding is heel belangrijk. Goed op houding letten, dus niet hangen. En de tweede zijn deze oefeningen. Dus ik wil mijn hoofd naar mijn schouder brengen. En dan een klein beetje extra druk, totdat ik deze spier hier voel verlengen. Hou ik hem 10 seconden vast. Dan ga ik naar deze kant. 10 seconden vasthouden. Voel ik een klein beetje verlengen. Moet niet pijnlijk zijn. 10 seconden. Terug. En dan schouder naar de broekzak kijken. 45 graden. Vasthouden 10 seconden. En dan deze ook. 10 seconden. En wil ik alleen mijn nek, mijn hoofd naar beneden hebben. Niet mijn hele bovenrug. Dus alleen de nek. En dan voel je heel mooi een rek in die spier daar. Dus dan ga ik zijwaarts, zijwaarts, schuin, schuin. Dat twee keer. En dat gewoon 3 keer per dag herhalen. Voor ongeveer 1,5 week. En als de klachten nog niet beter zijn, dan even bellen voor het maken van een afspraak. Dankjewel.